Een levensgrote Omarm Rotterdam aanvoerdersband. 10 jaar Rotterdam Sport op Maat en een super samenwerking tussen volleybalclubs. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sportsupport Highlight. 24 oktober werd een dag om nooit te vergeten. Speciaal voor de marathon werd ons kantoor ingepakt in een levensgrote groen-witte aanvoerdersband. De lopers werden aangemoedigd vanaf ons dakterras en natuurlijk lieten ook wij ons van onze sportiefste kant zien. En dat was nog niet alles. Ook kreeg Jacqueline van der Linden van Sport mee de Omarm Rotterdam aanvoerdersband uitgereikt. Wat een topper! Wat jij de afgelopen 10 jaar hebt gedaan voor Sport op Maat is echt fantastisch. Jij bent met recht een aanvoerder en ik ga je de band ga ik je uitreiken. Onwijs tof en onverwacht. Echt heel gaaf. Rotterdam Sport op Maat bestaat deze maand precies 10 jaar. De netwerkorganisatie heeft al duizenden Rotterdammers in beweging gekregen. Op onze website vind je de mooiste verhalen. Hoe kun je als vereniging meehelpen aan een duurzame en circulaire stad? Met Project Plastic dagen we de clubs uit om het gebruik van plastic te verminderen. Binnenkort alles hierover op onze kanalen. We zijn bezig geweest met afwasbare bekers, kartonnen bekertjes. En daarnaast hebben we ook een Petman gekocht. Deze maand gingen we op pad om onze fotobeeldbank weer aan te vullen. De scouting, roei en de ruitenvereniging staan er weer lekker op. En oh ja, de collega's natuurlijk ook. Ruim een jaar geleden gingen 5 volleybalverenigingen een super samenwerking met elkaar aan. Het doel? Volleybal als grote sport in Rotterdam op de kaart zetten. In de kantine van Volley Zuid werd de samenwerking geëvalueerd. Dit was hem weer. Tot volgende maand.